Vandaag was het dan zover. De eerste restaurantbonnen worden uitgereikt aan het personeel van het Bernhoven ziekenhuis in Uden. De actie van Lisa Kremers en van Suze de Jong is een doorslaand succes. We hebben zojuist ruim 500 bonnen afgegeven bij het ziekenhuis Bernhoven. En dat was een heel leuk moment. Daar hebben we naartoe geleefd. Het is een start en we zijn al heel goed op weg. We zijn gestart met het idee, we zien wel hoe ver we komen. Maar inmiddels gaan we zo goed dat we denken, wie weet is het echt haalbaar. Iedere medewerker een bon. Ja, zou mooi zijn. Tot nu toe hebben er bijna 30 restaurants toegezegd, doen er 30 restaurants mee. En we zitten nu dan ongeveer op een kwart. Dus als het goed is, kunnen we er nog veel meer bedienen. De actie duurt zo lang als het duurt, zo lang als het nodig heeft. En wij hebben geen idee. Wij hebben ingezet op we zien wel, maar we willen proberen echt het doel te bereiken. En als dat bereikt is, dan zijn wij dik tevreden en dan is de actie ook afgelopen. Bedankt tot zover. Echt bedankt voor iedereen. Van elke kleine donatie tot grote donatie, bedrijven, neefjes, nichtjes die hun zakgeld doneren, mijn kinderen die hun zakgeld doneren. Echt allemaal super bedankt.